Vandaag zijn we hier in ons Sport en Genkpark en ik ben heel trots dat wij vandaag terug ons BMX-parcours kunnen opendoen. Het heeft eventjes geduurd toen we begonnen zijn met de bouw van onze nieuwe arcadehal. Hebben wij eigenlijk het BMX-parcours moeten opruimen. Maar er zijn toch zoveel vragen gekomen van de Genkse BMX'ers. En vandaar dat we eigenlijk vandaag super trots zijn dat we terug een BMX-parcours hebben. Het is open voor iedereen. Hè. Iedereen mag er vrij naartoe komen. Je hoeft niet te reserveren. Je kan hier gewoon gelijk op voor alle andere activiteiten kan je gewoon naar hier komen. En kan je leuke jumps doen, van de bergjes afrijden. En dat allemaal tussen de bomen die dat hier staan. Helemaal vrij in de natuur. De jongens die van het sportkamp zijn, die kunnen misschien eventjes tot hier komen. He, of zeker aan de kant van boven, zodat Thijs jullie kan laten zien hoe goed dat jullie later kunnen worden. Is dat oké? Okay? Ja. Ja, toppie. Ja, ik heb zo met ik ben een BMX'er en ik ben begonnen op een klein BMX-parcoursje. En daarna ben ik beter en beter geworden. Ik begon met eerste training in Zolder. Daar rij ik nu nog. Ik begon met een wedstrijd. Daar begon ik met in de kwartfinale uit te komen. En daarna ging ik beter en beter rijden. Tot in 2019 of 2018 heb ik Limburgs kampioenschap gewonnen. En toen daarna ben ik ook beginnen deel te nemen aan wereldkampioenschappen. Limburgs kampioenschappen heb ik al gezegd. En Belgische kampioenschappen en BK's. En sindsdien heb ik goed gereden en ben ik heel goed. En heb ik ook sponsors.